iedereen en welkom bij een nieuwe serie Minecraft Regrowth Nou, in elk geval, dit is een modpack. Oké, ik ga nu echt Engels praten, maar goed, ik zit de hele tijd Engels te denken natuurlijk. Maar ja, dit is een beetje een modpack dat de hele wereld vernietigd is. Jij leeft nog en je moet gewoon overleven. Dat is een beetje heel basic, gezegd wat het is. Nou, in elk geval, ik ga hem even spelen. Single player, nieuwe wereld maken. Eens zien, hoe gaan we hem heten? Nou ja, gewoon regrowth. Survival series. Dat klinkt wel mooi. Regrowth. Survival series. Zo. Wereldopties. Multiple default. Ik denk dat die off moet. No cheats. Oké. Off. Dan generate. Oké, eerst zien wat ik allemaal op mijn kop krijg. Nou, ik heb niet heel veel van deze modpack gezien. Ik speel zelf ook niet echt veel modpacks, maar lijkt me heel leuk. En ja, zien wat we hiervan krijgen. Oké. Nou, dit ziet er niet geweldig uit. zoals je kunt zien zijn ze hier flink tekeer gegaan. Is de aarde helemaal prut. En ja, eens zien wat we moeten doen. Dus hier quest. Oké. Oh, hij gaat het nog voorlezen ook. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Quest. 4 quests in total. Klik hier to show quests. Hoe ga ik er naartoe? Klik. Open. A scene. Let's try punching things. Yay. Oké. Deadwood planks, charcoal and flint. Zo. Nou, wat ik wel weet is dat je hier uit de bovenste, van een boom, krijg je charcoal. En nou, dat is dan natuurlijk, ik moet natuurlijk niet rennen. Ik ben zo gewend om te rennen. Nou, dat is natuurlijk omdat de boom is afgebrand. En ja, nou ja, dan is dat dus charcoal geworden. Er zijn hier niet veel bomen. Dat kan een probleem worden. Ik moet gewoon echt heel erg in modpacks komen. Ik speel niet veel modpacks. Hier laat ik maar alleen even die charcoal blocks hakken. Ik denk dat dat is wat ik meer nodig heb. Ook heb ik natuurlijk hout altijd nodig. Maar goed, wat kan ik hier allemaal van krijgen? Ik ben dus niet echt al te goed in modpacks, dus het gaat wel grappig worden, denk ik. En ja, nou ja, we beginnen natuurlijk gewoon zoals altijd met een boompje hakken. Maar het leuke is wel met questbooks, dat je echt een doel hebt om naartoe te werken. En ja, dat je ook gewoon dingen kan krijgen die nuttig zijn. Daar ren ik alweer. Eens zien of ik al nog wat seeds kan krijgen alvast. Ik weet dat je hier seeds van kan krijgen. Oké, questbook, flint. Ik krijg hier toevallig flint uit. Slate. Ja. Komt dat nou door mijn stek dat dit gebeurt? Ja, waarschijnlijk wel. Oké. Flint heb ik in elk geval nodig voor tools. Dat weet ik nog. Dus daarom hak ik het allemaal even. En verder weet ik echt niet veel. Wat is dat? Oh, ik heb geen Optifine erin. Dat is jammer. Oké, nou ja, laat ik dat zomaar even bekijken. Want het probleempje is, ik moest de wereld even heel even laten ingenereren. Omdat het in het begin altijd slecht is. En het is nu dus al, zeg maar, 12 uur. Appels. Jee. Eens zien. Such a tool. Flint. Shovel. Pickaxe, flint, axe, head, als ik het me goed herinner, yes. Oké, en dit, geef die, en dit, wat is dit? Shovel head, die, sticks,
Die had ik nodig. 1, 2, 3, 4. Die had ik nodig. Was dat alles? Yay. Oh, nou moet ik tools maken. Pickaxe. Hatchet. Pickaxe heeft de binding nodig. Shovel, melk. Oké, Ashen. Met de binding geeft een pickaxe. Met een shovel. Ashen met een axe. Medak en hatchet. Yay! Materials are new. Oké, laat ik maar gewoon de white card nemen. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Ashen, wat heb ik? Materials are new. Yay, dat zou ik nodig gaan hebben. Misschien Medak is een X en een. Volgens mij zit het ook een ho in. Dus dat ik hiermee dirt kan krijgen of zo. Of nee, kan omslaan. Met een ho als ho gebruiken. Misschien. Dan heb ik nog meer patterns. Earth position. Ik denk dat ik hier maar voor moet gaan. Alleen. Het ziet er naar uit dat het al dag of nacht gaat worden. En daar heb ik niet echt zin in. Dus, eens zien. Krijg ik daar staan uit? Nee. Ik heb hout nodig, lijkt me. Dus, zien hoe snel het gaat. Jee, dan gaat het stuk beter met een wapentje. Tool. En dan moet ik zo ook weer lekker gaan verstoppen onder de grond. Oh, ik zou niet moeten rennen natuurlijk. Doe het lekker toch. Sprinten kan er ook nog wel lekker bij, joh. Waarom ook niet? En dan wil ik eens zien wat dat is. Oh, chips. Daar gaat mijn honger nou al. Misschien moest ik toch maar eens blijven lopen. Lijkt me een oud gebouwtje. Maar misschien kan ik daar wel gewoon mijn huis maken. Ik bedoel, het staat er al. Er zit waarschijnlijk niks in, maar... Het is beter dan dat ik het zelf moet maken ook nog. Nou ja, misschien lijkt nou dat ik wel genoeg hout heb. Eens even kijken wat hierin zit. Oh, dit is toch van Witchery. Is dit zo'n tempel dinky? Hier zit hier niet iets onder. Oh, dit is een dispenser. Oh, essence of coal, essence of emerald. Nou ja, dat neem ik wel mee. Eens zien. Oh, bah. Nee. Volgens mij is dit een hardcore map. Is het een hardcore map? Lives. Hardcore mode is not activated. Oh, gelukkig. Daar ben ik waarschijnlijk ook te slecht voor. Om dat meteen al te doen. Oké, laat ik de heks gaan doden met mijn medal. Alsjeblieft, ga dood! Dood! Yes! Ja! Yeah. Nee. Oh, wat? Lek. Dood. Oh, it's just hand. Jee. One more card. Oh, licht. Zou dat lager zijn? Vraag hem. Wacht. Quest. Voor hier dit spul heb ik alleen hout nodig. Vandaar dat het dus kan. Nou, is dit lava? Of is het een god? Beide. Oké, nou, ik denk dat ik maar gewoon hier in de berg lekker ga hakken. Berghuisje. Beetje op de grond. Lijkt me handiger. Zo. En dan moet ik nog snel zijn ook. Omdat het dan nacht is. Hoera. Zulke goede planning. Nou. Ik zie natuurlijk weer niks. Hoera. Echt, als er nou al zombies komen en zo, hè. Ik ga zo flippen. Torches, jee. Mijn basis, stinky. Oké, ik weet alleen nog dat je zo'n crafting table maakt. En niet anders. Verder weet ik echt niks. In elk geval, ik weet wel dat ik hier een deur erin zet. Dat weet ik dan weer wel. Oh, dat plaats ik hem nog verkeerd ook. Hoera. Zien, press je pleetje ervoor. Plop. Oké. Nou, eens zien wat ik moet maken. Furnace. Dat wordt gewoon steen. Dat is cracked zand.
dit steen. Nou, verder met die tools. Ik weet nou dat ik iets van... Nou, ik weet in elk geval dat ik iets voor tools, toolstation en zo moet gaan maken. Maar ik heb geen idee wat. Of wat het nou, of hoe het werkt en wat het doet. Dus, nou, we moeten maar zien hoe dat uit gaat pakken. Ik ga het in elk geval leuk vinden. Dat weet ik zelf al wel. Want ja, ik vind mods gewoon leuk. Alleen, het kost best veel tijd voordat je het eenmaal goed snapt. Maar goed. Furnace, dat werkt gelukkig nog wel hetzelfde. Nu, pattern chest, per part builder, stencil table en tool station. Heb ik? Jee, dat heb ik erin. Maar oké, maar ik weet nog wel hoe ik dit moet maken. Oh, ik weet steeds meer. Dat ben ik toch goed. Hier heb ik blank patterns. Pattern chest. Want dit is namelijk wat je altijd als eerste moet maken bij modpacks. Dus, nou ja, ik heb altijd heel veel modpacks begonnen, terwijl ik ze niet afmaakte, maar dit altijd wel maakte. Dus dat weet ik als het goed is wel. Wat is dit nou weer? Een deadwood log. Oké. Part builder. Daar dacht ik. En dan moet ik nou nog een toolstation. Hoe maak ik een toolstation? Tool. Doe je iets? Oh, station. Ja, die moet ik hebben. Oh, crafting table. Wat leuk, ja. Oh ja, die is beter eigenlijk. En toolstation. Oké. Bam. Nou, ik heb gekeken, echt, ik ben zo, wat is het verschil nou? En ik heb gezien dat je nou een wapentje kan maken. Was die erin? Ja. Was die erin? Ja. Hey, een wapentje. Oké, dat is echt het enige wat ik weet. Verder weet ik nog dat je als je zo, jee, toortjes kan plaatsen met rechtermuisklik, werkt dat ook als ik ze zo heb? Nee. Oké, dan moet hij dus recht naast staan. Volgende missie. Oh, deze heb ik nu. Hier, claim reward. Misschien moet ik geluid ietsje harder zetten. Repossessions. Dirt. Oh, wat is dat? Oh, wat is dat? Ik hoorde even wat. een skeleton. Als ik me niet vergis. Het probleem is alleen dat ik nou echt niet op het spawnpunt zit. En ik heb ook natuurlijk geen zin om dood te gaan hier. Zie, misschien kan ik een kist maken. Nee. Wat doet die? Volgens mij zit hier een cave of zo. Of iets. Ik hoor er heel dichtbij. Nee. Oh, wat je mooi. Stencil. Hier kan ik tools mee maken, blijkbaar. Alleen, ik heb nu al tools. Dat lijkt me niet nodig. Dirt heb ik nodig. Dat zit volgens mij onder de grond. En zal ik dus voor moeten gaan hakken. Jee. Nou ja, op zich. Ik moet toch mijn huisje een beetje groter maken. Dus het kan geen kwaad. Maar wauw, dit ding gaat snel stuk. Shift voor details. Oh, dit is net zo goed als een stone pickaxe, neem ik aan. Even torches plaatsen hier. Zo. Ah! Nee. Oh, bah. Bah. Oké, ik ga niet weer naar buiten. Wauw. Dat doe ik niet meer. Oké, nou, waar vind ik dirt? Ik heb straks nog meer flint nodig ook. Wacht, volgens mij heb ik genoeg flint. Ja, flint heb ik zeker genoeg. Nou, wat doet deze witch hand? Wow, wat is dit allemaal?
Oké, ik heb geen idee. Nee, ik weet in elk geval dat je ooit in een witchhunt die op kon zetten of zo, en dat die dan heel gek naar je keek. Maar nu, ik heb echt geen idee. Laat ik maar nog een pickaxe maken. Oké, wat is dit? Een wooden tool. Oh, oké. Pickaxe. Nou, ik weet niet of dat in deze mod zit. Maar ik weet wel dat sommige mods. Dat als je eerst de pickaxe breekt. Dat, en je hebt nog eentje in je inventory. Dat die meteen op de plek gaat. Oh, jee, dat zit hier wel in. Toch? Flink, pik. Wacht, wat? Broken. Oh. Oh, dus hij gaat niet. Hij verdwijnt niet. Wat doe ik er dan mee? Oh, ik kan hem gewoon weer repareren. Aha. Oké. Goed om te weten. Belladonna seeds. Jee. Weet je wat? Ik stop alles lekker in mijn kist. Gewoon voor het geval dat. En ga ik lekker hakken. En ik denk dat het wel een tijdje kan duren, aangezien dit echt sloom gaat. Dus dan zie ik jullie wel wanneer het weer dag is of wanneer ik dirt gevonden heb. Oké, nou ja, dirt vinden gaat best lastig. Ook al gaat het natuurlijk lastiger met een flint pickaxe, waardoor het hakken heel. Die is ook wel stuk. Misschien zouden die samen kunnen gaan. Nee. Oh. Mining speed 4, modifiers remaining. Oh ja, dan krijg je dat gedoe weer. In elk geval. Ik heb nieuwe pickaxes. Alleen het is dag. Dus zien wat een andere quest is. Of ik de buitendeur kan vinden. Eén Enderman killen. Daar heb ik geen zin in. En hier. Let you grow dirt and grow pager seeds. Oh. En waar krijg ik dit van? Oké, dit krijg ik dus van dingetjes. Van deze dingetjes slopen. Oh, seeds. Yes. Wat? Is het water niet giftig? Wat is dat? Oké, er is maar één manier om dit uit te vinden, jongens. Oh jee. Oh, holy. Wow, oké. Ik kan dus niet zwemmen. Jee, dat gaat snel. In elk geval, ik heb wat spul. Dat is raw squid. Oh, wauw. Bones, inktzak. Oké. Nou, eens even zien wat ik in deze drukplankjes kan vinden. Of ik er überhaupt iets in kan vinden. En of ik dirt kan vinden. Oeh, wat is dit? Pasture seed. Had ik die ook nodig? Ja, ik heb nu alleen nog maar bone meal, clay en vooral fertilizer nodig. Oké. Hey, daar is een vooral fertilizer dinges. Hier is een skelet dood gegaan. Hier is een ravijn. Waar ik geen zin heb om naar binnen te gaan. Oh ja, ik heb ook gemerkt. Want ik heb een beetje. Voordat ik dit ging spelen, heb ik echt maar een beetje. Ja, me erin verdiept. Maar ik weet dus wel dat er geen ores zijn. Dus je kan nergens iron ore of coal ore of wat dan ook vinden. Geen idee hoe dat. Hoe dat kon verdwenen zijn toen de hele bovenkant van de aarde vernietigd werd. En niet de onderkant, neem ik aan. Maar goed, dat is er dus blijkbaar niet. Ja, misschien zie ik hier ergens dirt. Normaal is het echt zo van dirt everywhere. Nu je een keer nodig hebt, is het er natuurlijk niet. Zo. Typisch. Altijd als je iets nodig hebt, is het er niet. Wat heb ik nog meer nodig? Klei. En nog steeds een portal fertilizer gebeuren. Klei heb ik. Daar heb ik ook al twee van. Klei heb ik nu ook twee van. Hoera. Nou, eens zien.
Of ik nog wat meer kan vinden. Hey, hoezo levelde ik in één keer op? Oké, dat is raar. Wat is hier? Daar ga ik... Wow, hey, wat gebeurt er? Nee. Oh. Oké, daar ga ik niet naar binnen. Zing, vind nog meer spul, vind nog meer spul. Maar eigenlijk heb ik dirt echt dringend nodig. Omdat ik verder wil gaan met die missies. En deze ook niet meewerkt. En ik steeds verder van huis ga. Lijkt me niet heel slim, maar ja, ik weet dat het daar bij de berg zit. Dus het zou goed moeten komen. Anders ben ik echt screwed. Wat zijn dit? Belladonia seeds. Oké. Nou, ik heb dus echt geen flauw verstand. Geen flauw idee. Dat is contaminatie, Abel. Ja, dat heb ik met Nederlands geleerd. Wow. Contaminatie, dan haal je twee woorden of uitdrukkingen door elkaar. En dan is het dus verkeerd. Ja, ik ben echt heel slim. Nou, in elk geval. Ik heb geen flauw idee waar al die seeds voor staan. Ik weet wel dat ik nog... Oh, oké, dan heb ik het. Reward seeds, carrot seeds, potato seeds. Yay. En nu flowering. Hoe krijg ik een mystical white flower? Eens zien. Mythical white flower. Nee? Nee? White dan. Glimmering white? Nee. Mystical white flower. Ja, die. Hoe krijg ik die? Nee, niet kan ik hem gebruiken. Hoe krijg ik die? Elba. Oké, Lexia Botania. Die kan ik maken met allemaal Botania dingetjes. Die ik niet heb. Wow. Oké, nou ja, ik denk dat ik maar gewoon terug moet gaan. Aangezien dit weinig nut heeft. Er ook geen dirt is. Hebba. Misschien... Helaas, tijd gaat worden om de eerste aflevering maar een beetje tot een einde te laten komen. Misschien als ik nou dirt had, kon ik dit laten groeien en dan had ik wat eten. Maar ja, alle dirt moet zo nodig weer gerekt zand geworden zijn. Niet echt heel aanlokkelijk. Eens zien. Oké, nou ja. Lijkt me een beetje... duidelijk dat dit niet veel nut meer heeft tot nu toe. En dat we gewoon maar volgende aflevering verder moeten gaan. Hopelijk komen we dan wat verder. Maar dit was ook een beetje intro. Volgende aflevering zal ik wat meer research gedaan hebben. Naar wat ik allemaal kan en zo. En ja, nou ja, hopelijk vonden jullie het leuk. Vinden jullie het leuk? Vinden jullie het een leuke serie? Zo ja, laat dan een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En ja, dan zie ik je allemaal weer een andere keer.